Meester en welkom aan boord van deze ICNG die je gaat rijden naar Lamhult. Vandaag wordt met een speciale rode uitvoer gereden. Onderweg zit er nog stoppend Idivuoma, Gnubarp en eindstation Lamhult. Ik zit altijd te kijken hoe die Zweedse Nederlandse namen moeten. Open de deuren, maak uw trein vertrek gereed. Geplande vertrektijd is 13:08. Goede reis. Dat zullen we zeker doen. Even eentje naar achteren. Hier erbij. Deze. Met de deurtje open. Eerst nog even de ATP inschakelen. Deze pakken wij wel op de Eurocity. En hier is volgens mij alles wel goed. Wat moet ik zeggen, mochten ze ooit inderdaad zien, dan zou eigenlijk zou hier nog een B-logotje op moeten, hè? Eigenlijk. Belgisch logotje. Of zeggen ze ook niet slecht deze kleurstijl, hoor. De relaxbank. Op naar Idivuoma. Er zit nog een vertraagde IC indirect. IC indirect. Voor u die mogelijk soms in de weg rijdt. Wat was het nou? Welkom in de Intercity naar Eurocity. Nou, dit gaat wel even duren. Kijk, daar heb je de vier aan. Ook het deze trein vervangt. Maar trein, goedenavond, welkom. Die CNG zegt deze tegen de Vira Uluze. Ik zat al te wachten totdat dit weer ging. Hè. Tijdens mijn test deed hij het wel. Toen natuurlijk omdat ik op de knop drukte. Maar ik zat nu de chat te lezen. Wacht.
Wie nou weer? Oké, smijten we deze ook maar weer het raam uit. Zo, opgeruimd staat netjes. Wat, we zijn nu op ETC juist. Let's go. Die dingen als ondertussen wel niet gesloten. Ik heb geen idee, volgens mij behoorlijk wat. Zeg wel een beetje een unieke route hoor deze, want het heeft heel erg het is bedoeld voor Nederland fictief, maar het is ja een beetje een combinatie Nederland en Zweden eigenlijk. Ik denk dat ik van de vertraagde Intercity eigenlijk weinig last hebben op dit moment. Dank je, Gerben. Ja, gelukkig. Nou, ik denk dat Rutger probeerde, denk zo van, zal ik eens even kijken of ik Jansen kan laten afremmen of zo. Dan zag je hier niet stoppen, hè? Nou, er is niet iets duidelijks dat je moet overschakelen of zo.
Er zijn dezelfde portalen als daarnaast en hier rijdt ook gewoon dit materieel. En ik denk niet dat dit, laten we zo zeggen, op 25 kilovolt rijst. Dat is een beetje fictief, hè? Maar ik zou het niet erg vinden hoor, als ze er echt één stel van maken of zo, gewoon in deze kleurstelling. Zelf met de ICG-rit in stad 500 ging niet hadden nog wel 30. Misschien is dat vanwege een bepaalde instelling of iets of zo. Als SR. Wat is SR? Laat maar even rustig uitrollen. Oh, Simrail. Ik moet zeggen, ik heb van Simrail de laatste tijd al niet echt wat gehoord. Geen idee. Het is een klein beetje aan wat de physics zijn. En of natuurlijk de ondersteunende factoren er zijn. En vergeet niet, je kunt wel een Nederlandse route bouwen, maar heb je dan al Nederlandse seinen? Heb je die al bijvoorbeeld? Of heb je bijvoorbeeld al de portalen en andere dingen? Die moet je allemaal nog maken. De scripts moeten nog gemaakt worden volgens mij. Dus het zal volgens mij ook nog voor een paar jaar duren voordat daar echt iets uit is gekomen misschien. Zo is het. Het is net op het randje ook. Yeah. Ik rem net met dezelfde snelheid dat ik moet afremmen. Iets meer. Bah, kijk, is die alweer geel. En alweer wit. Let's go. Denk dat ik mag stoppen op het station.
DTD. Café. Oh, er wordt geen vis. Oh. Oh. Ik vind hem geweldig. Nou, ik zou zeggen, als het een kibbelingetje is, dan als die verboden wordt, dan is het jammer. Maar andere vis, nou, witvis kan ik wel. Maar ik vind dit gewoon zo geweldig. Oh. Hardeveld. We hebben Eidam, een beetje modern. Eidam natuurlijk. Haarburg. Krammendijk. Dan tot Dijk Express. Ik zou zeggen, als NS ooit denkt zo van, nou, we kunnen wel eens een keer een leuke intro doen. Bam, doen we die er gewoon op. We worden trouwens goedenavond en welkom. Welkom in de Euro City. Nou, er zit veel zand in de lift. Op naar Gnubber. Oké. Knubberp is in 30 kilometer. Yes. Wij zitten hier. Dat is daar. De woonplaats van Clip, maar niet in TS zit. Dat de route van Clipper komt bij een 30 jaar verder. Nou, ik krijg het idee dat hij nooit uitkomt. Want hoe vaak is hij ondertussen al opnieuw begonnen? 6 keer of zo? Nou, er is natuurlijk wel het zo dat de Nederlandse community wel heel erg kritisch is. 6 keer, dat betekent dat is weinig, dus meer.
zak van de zijkant. Duizend keer naar daar. Volgens mij een beetje ontdreven. Eens kijken, mooie meren. Station Bergdam noemen. Laat maar raden, dan wordt het een afzakking hier bij het water of zo. En dan vervolgens een station wat half onder water staat, dan moet je dus het water inrijden. Dus daar komt nooit een trein of zo. De diversiteit aan materieel hier. Ik zou zeggen, als je nu nog, als je weer niet begonnen bent of zo, of je hebt je huidige probeersel weggegooid, probeer dan echt serieus gewoon een. Probeer eens kilometer bij kilometer te doen of zo. En kijk hoe ver je komt. Bouw een route van 5 kilometer, is niet zo heel lang, maar bijvoorbeeld film heel erg goed aan met scenery. En bouw vanaf dan een heel stuk verder of zo. Dit is ook wel heel erg leuk. Hier, kijk, dan ga je dus hier. Eigenlijk is dit bijna een verlengde van dit. Oh. Ja. Kom op. Nou, wat moest ik afremmen? Dan gaan we remmen. We gaan niet meer remmen. Gewoon een stukje bouwen en gewoon een beetje, als je iets fictief bouwt, bouw gewoon wat je leuk vindt. Ja, als je onder NTCS rijdt, dan mag je deze in principe, dat hebben we gemerkt in dat preview scenario, mag je de licht zijn en mag je in principe negeren. In ieder geval in deze. Het is heel wat anders en het is afwisselend, dat zeker. Kijk, hier komen we in één keer in een stuk in een gedeelte met bergen in één keer, gewoon direct naast de spoorzoek, maar dat komen we in Nederland niet tegen. Op zich is niet erg. Ik ben ook blij dat er nog steeds scenario's voor uitkomen voor de route. Je ziet bij sommige routes op een gegeven moment, er komen heel weinig scenario's meer voor uit. Komt ook, moeten we ook iets meer afremmen. Maar bijvoorbeeld, ik vind het wel jammer, bijvoorbeeld, ik heb eigenlijk nog niet echt een scenario gezien, zeg maar. Behalve diegene die meekomt met de route van de Achterhoek en Twente lijn, bijvoorbeeld op de VSM bijvoorbeeld, daar heb je ook niet veel, echt veel meer scenario's voor. Je hebt bijvoorbeeld ook heel weinig Winterswijk Zutphen, maar ja, dat is dezelfde rit van diegene die je al hebt. Dus
Je hebt gewoon erg weinig scenario's op bepaalde routes die persoonlijk ik wel weer heel erg super leuk vind. Nou, maar we gaan afremmen. Volgen die trein nog steeds volgens mij. En hier kijk hier, vertraagde tracks. Ik krijg het idee dat hij op 100, weet je wat? Ik houd op 140. Oplopen. Nee, maar het is wel een heel mooi autostukje. Zou je bijna een paar boordjes op die plek moeten doen waar je de foto kunt maken. Nou, maar in ieder geval tot de tijd dat er een spoorlijnroute uitkomt met Bergdam erin, is Bergdam spoorloos en blijkbaar ook busloos. Hè? Mag je met de fiets naartoe of te paard en waar? Te binnen waren. Is het plaatsje Bergdam zo klein, zo van je komt? Welkom in Bergdam. Aantal inwoners 3. En dan aan de andere kant van het huis, einde Bergdam. Alleen maar modder. Kom 4 keer per dag een veerboot. $2200.
iets meer gaan hebben. Maar we hebben de 3 uur moeten doorbrengen. 3 uur moeten doorbrengen op de volgende boot, zeker. We zijn in ieder geval, we mogen in ieder geval erin. Er kwam een groep Engelse toeristen 10 minuten voor vertrek een restaurant in die daar moesten eten. Dus dat ging echt gigantisch vlot allemaal toen de bus daar kwam. Want ja, de boot waren niet. Hé, maar ik moet zeggen, ik heb die... wanneer was dat? In april, dacht ik nog. Of in mei, of juni. Ik weet niet exact wanneer. Ik heb die museumlijn heb ik toen wel gedaan. Van Vaalse richting Margraten of Margraten. Ik moet de andere kant nog op. Maar op zich, het is een interessant concept, die route. Ik moet zeggen, ik vond hem veel leuker om te rijden dan ik dacht dat het zou zijn. Lammelhult, eindbestemming van deze trein. Volgens mij nog niet, maar ik krijg het idee in V2 wel. Oh, Christian, ja, nee, dat klopt, die route. Ik heb eigenlijk letterlijk nog geen tijd gehad om die toe te voegen. De reden dat bijvoorbeeld de HSL op de oude lijn wel kon, was omdat die vrij snel gedaan moest worden. Maar ik moet namelijk van die andere route, ligt er niet echt een lijntje, zeg maar, op de kaart die je kan gebruiken. Dus dan is het wel even goed kijken met een rit doen en een GPS en de coördinaten bekijken. Daar gaat wel iets tijd in zitten om te doen. Maar ik wil best wel toevoegen, want het is op zich een heel erg... Want het is een vroegere Nederlandse route, zeg maar. Dus ik kan hem een ander kleurtje geven dan anders. Dus, maar het kost gewoon even tijd om zoiets te maken. Die anderen die zijn vrij snel klaar, omdat die al toegevoegd waren grotendeels. Dus.
Het lijkt een beetje hoevervlaag. Oh, het blaren. 64. Drie stuks. Waar je 140 mag gewissen van. Ja, nee, ik was letterlijk vergeten. Ik hoorde de bliep, maar ik was even aan het lezen en dan vergeet je dat je de bliep gelijk binnen 5 seconden moet opereren. Sure, if you want that, no problem. I didn't respond to to the name because it is an not a good name. Op zich wel, het is even in de gaten houden. Meteen 2 snelheidsverminderingen. Maar ik kan nog steeds wat die snelheid aanhouden. Ja, maar ik zit in principe een stukje verder, zeg maar, af, zeg maar, van mijn scherm. Als je normaal zou je een beetje hier zitten, weet je wel, en dan kun je zo een beetje naar beneden kijken en zo. Laten we zo zeggen, in de game is het überhaupt heel erg niet zo heel vaag, zeg maar. Dus het is een beetje, ja, het heeft met de kwaliteit wat hij kan. Just Michael, thank you for following. Ik vind het nog steeds jammer dat ik niet op en neer kan doen met mijn cruise control knop. Dat ik echt altijd op de scherm moet tikken en alleen maar die snelheden mag kiezen, tenzij ik een eigen snelheid rijd. 60 kilometer is nog naar Lamholt. Volgens mij staat hier of zo ergens. Of was het hier?
Oh, we hebben hier al die... Hier trouwens eigenlijk nog nooit gekeken eigenlijk. Ik moet zeggen, als je vanaf hier een beetje rangeerwerk moet doen, zeg maar heel strak langs. Goed. Beetje rangeerwerk op zich is niet slecht hoor. Zo van breng maar even daar en daarheen. Of hier in één keer zo van, breng maar even de wagons en dan zet ze maar in de middle of nowhere tussen de boompjes. Oh, thank you. Dat is de zonnegeluid alweer in. Natuurlijk gaan jullie er niet meer horen. Oef. Ik kan het altijd nog genieten, hè, van de stream. Ik kan het altijd nog kijken. Wij zijn ondertussen, hebben wij nog 10 kilometertjes te gaan. Ik hoop mooi lekker op 140. De vertraagde tractie zit nog steeds voor mij. Maar volgens mij is dat, ja, was volgens mij Suriname, volgens mij. Het is Suriname een speciale gemeente, dacht ik, van Nederland. Je kunt er in principe gewoon met een Nederlands identiteitskaart. Je mag daar gewoon heen zonder controle. Even iets meer gaan afremmen. Jou hadden we ook nog niet gezien. In tijd dat dat afremmen was niet meer. Hallo zeg, wat is dat met die kilometertjes? Zo. Nou, Marcus dacht ik alweer thuis. Vorig weekend dacht ik dat hij toch in Rügen zat. Hebben we trouwens een aantal mooie scenario's opgedaan op de Rügenroute.
Welkom terug. Maar vorige zijn beeld was geel namelijk. €9 ticket in de Eurocity. Ik kan nog 140. Ja, het idee tegen de tijd dat wij op ons station aankomen, dat wij geen last meer hebben. Uiteraard heb ik deze week een ritje met op deze. Ik zou je wel aanraden trouwens de enhancement pack, dacht ik, te gebruiken van die route. Die op Railsim verkrijgbaar is. Er zijn genoeg scenario's voor, genoeg scenario's. Er zijn 1 of 2 pakketjes voor, dacht ik, van Railsim. En je hebt nog wat scenario's van, één scenario, dacht ik, of 2 scenario's misschien. Ik denk 1 van Ferris System. Die van Vestums, die hebben we al eens een keer gedaan. Dat was diegene die echt serieus is. Van 10 minuten of een kwartier zat te lullen alleen maar over iets. Ja, dat stuk met stoomtrein, die hebben ze niet daar. Die hebben we niet in de route. En die hebben we wel hier. En dan door zijn reisbaan. Dan gaan we zo meteen meer rijden. We zijn vandaag maar op tijd later trouwens. Dan moet je wel iemand hebben die dat kan maken, zeg maar. Er is wel, dacht ik, smalspoor, maar 750 volgens mij niet. Volgens mij is dat weer iets nieuws. We hebben wel meterbreed, dat zijn die Arosa Line en zo. Misschien, daar had ik niet eens over nagedacht. Maar goed, welkom, dames en heren. Dit is station Lamhult. Station Lamhult is het eindpunt van deze trein. Wij verzoeken u ook om allen uit te stappen. En eerst bedankt dat u heeft gereden met deze speciale Intercity-trein. Ik moet alleen een beetje sneller hebben dan ik had verwacht, dus excusez-moi. Ik dacht einde perron, maar nee hoor. Oeh, buffeltje. Ook nog de Apeldoorn Zutphen variant. Ook al bestaat er officieel maar 1 van. Of bestond er maar 1 en niet 3. Well done, you've completed now successfully.